Yo kijkers van Game & Max, vlak weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we weer in Mindtopia mensen en we zijn niet zomaar ergens, we staan bij de inkoop van Gredel. Je ziet ook inkoop, iedereen weet dan waar dat is. We zijn dus bij de inkoop van Gredel. Zoals je kan zien staat hier seizoen 9. Seizoen 9 kleding is vanaf vandaag verkrijgbaar, dus wij gaan eens een kijkje nemen. Natuurlijk heb ik dit al lang ingekocht voor mijn winkel, is het al lang te koop in mijn winkel, maar daar gaan we zo meteen naartoe, gaan we dat straks bekijken. Maar eerst gaan we eventjes alle kleuren bekijken die er zijn en dan ga ik eventjes ja, vertellen wat ik ervan vind. Nou, hier zijn alle kleuren, dit zijn alle kleuren van seizoen 9, het zijn 6 verschillende kleuren. En het was zo, afgelopen seizoen had je een stuk of 5, 6 ook. En toen waren de prijzen best hoog van de sommige items. En toen ben ik naar economie gegaan en ik heb ze gezegd, ja, beter doen jullie het wel iets goedkoper, want ja, dat is veel handiger. En ik liep hier vandaag naar de inkoop en ik zag gelukkig dat ze het aan hebben gepast, de prijzen. Het duurste is nu 7,5k om in te kopen, dus waarschijnlijk 10k verkoop deze kleur. Dus ja, je hebt nou deze kleur, dit is, ja, ik weet het niet in mijn hoofd, zilvergrijs. Cherry, ja, dit is echt te moeilijk. Dit is kobalt. En dit is... Ja, ik ken het niet, ik ken het niet eens mensen. De namen zijn echt heel ingewikkeld. Maar ja, welke kleuren vinden jullie het mooiste van deze 6? Ik persoonlijk vind de groen het mooiste. Ik vind het wel een mooie groene kleur. Deze kleur is nog nooit ja, geweest, zo gezegd. Daarna vind ik deze paars en rode wel mooi. Daarna deze, ja, deze twee vind ik iets minder. En dat roze al heel veel in game is. Het is eigenlijk heel roze, maar dan iets anders. En ja, dit grijs is gewoon goedkoop, maar ja. Ik ga jullie hier laten zien. Van grijs komen de enchant delen. Deze en deze, die heb ik al te kopen in mijn winkel. Van groen, die kan je er niet in. We kunnen beter hierin lopen. Deze drie dingen zijn al in te kopen. Ik heb al deze dingen ingekocht. Deze. Allemaal heb ik die ingekocht. Het kostte me 3,5 miljoen om in te kopen mensen, dus ja, wie stokmaker doet, ja hier alsjeblieft. Nou, ik weet wel waar ik zou op inzetten, maar ik doe geen stokmaker meer, dus ja, het kostte me 3,5 miljoen, ik heb dit allemaal ingekocht, gaan we zo meteen in mijn winkel laten zien. Dan heb je nog deze kleur, red rosses, die is te koop. Ik ga natuurlijk deze en deze komen over 2 weken als het goed is en dan ga ik die natuurlijk ook inkopen. Dat kost me ook iets van 4 miljoen, maar ja, ik heb het er voor over. Red Ross, ja, ik vind het wel op zich wel een mooi kleurtje, full setje. Dan heb je Indigo, die heb ik in mijn winkel al hangen. Ik vind het ook wel een mooi kleurtje. Nou, dan heb je Cobalt. Dat vind ik op zich, ja, echt een Midnight Eclipse kleurtje vind ik hem hebben. Ik vind het op zich echt wel mooi. Vooral de Enchant vind ik echt mooi. Van deze vind ik de Enchant ook zeer mooi. En die is vrij goedkoop nog, dus dat is wel te doen. Ja. Dan heb je dit roze, ja, dat vind ik een beetje man. Dan vind ik het groene, het enchant vind ik iets minder, maar het non-enchant vind ik ziek mooi. En dan heb je nog natuurlijk grijs, non-enchant is ja redelijk. En het enchant is op zich wel redelijk mooi voor de prijs. Nou, dan gaan we even naar de winkel toe van mij. En dan ga ik jullie laten zien voor welke prijs ik het verkoop. Ik heb het dit seizoen, ja, eerst was mijn winkel altijd iets duurder dan de rest. Omdat ik, ja, ik betaalde mijn personeel wel, ja, veel te, ja, duur uit eigenlijk. Ik betaal best veel aan mijn personeel, dus daarom zijn de prijzen ook iets duurder. Maar ik heb het dit seizoen... Heb ik het goedkoop gehouden. Dus alles is nu best goedkoop. We gaan naar Contractia toe. Nou kijk, hier is de winkel. Hier spant de Contractia. En hier is natuurlijk de winkel. Ook al hebben ze van die rare dingen hier neergezet. Nou, hier is de winkel. Zoals je kunt zien, Daybreak is aan het werken. Het is al best laat. Oh, ja. Nou ja, de seizoen 9 dingen zijn in het midden van de winkel. Zoals je kan zien, nieuw seizoen 9. Nieuw seizoen 9. Dan heb je hier Indigo Enchant 35k per sub, maar dat is echt ja, vrij goedkoop dus. Ik ben ook de enige die alles verkoopt. De meeste verkopen enkel deze kleur. Ik ben de enige bijvoorbeeld met deze en ik word even gekikt van deze pick. Maar ja, ik ben de enige met die dit te koop is. Kijk, dit is allemaal zeer goedkoop. 32,5k, 20k maar voor Silver Grey Enchanted dus. Als jij deze kleuren wil hebben mensen, ik upload nu de video. Nu dus, ja, zondag. Dus als je iets wil hebben zou ik snel naar de winkel komen. Want ik ben nu, het is nu 1 dag voorbij en meer dan de helft is al verkocht. Nou, Indigo 10k maar op zich voor deze kleur is heel goedkoop. Kost maar 10k. Silver Grey kost 4k, dat is de goedkoopste kleur. En dan heb je Cherry Blossom, omdat de roze 7,5k, een beetje een midkleurtje. We hebben natuurlijk ook nog wat andere dingen te koop, zoals hier Criminal Gear Enchant Helm.
paars seizoen 1 of 2, donkergroen seizoen 2. Old Oak, dus zeer zeldzaam, 70k's een koopje, maar ja, niemand heeft het opgemerkt. Lichtgrijs voor 65k, dat is echt 200k waard zo, maar ja, er is nog niemand opgevallen dat ik het pas net heb neergehangen. Dus waarschijnlijk is morgen al verkocht als je hier, als je de video kijkt. Kijk, wat heb ik hier nog meer hangen voor iets speciaals? Ja, alle prijzen zijn naar het minimum gezakt van vorig seizoen. Dus alles is nu goedkoop in de verkoop. Nou, even kijken. Wat heb ik nog meer hangen? Ja, seizoen 1 dingen nog, weet je. En nou ja, hier hebben we een nieuwe medewerker. Daybreak is ook een nieuwe advocaat. En wat we nog meer hebben zijn patches. Die hebben we ingekocht. Er zijn er helaas niet zo heel veel meer van. Die gaan snel. Ik zal het even laten zien. We hebben nog best wel enchant, non-enchant, niet non-enchant, roze petten nog wel. Blauwe hoeden zijn bijna op, genoeg groene hoeden, rode en brillen hebben we nog genoeg. Dus ja, dat moet geen probleem zijn. Nou, dit wil ik jullie eigenlijk laten zien in deze video, mensen. Dus ze zijn het strooien vanaf het dak, oh mijn god. Ze zijn aan het strooien vanaf het dak, die mensen. Nou ja, dat wil ik jullie laten zien. Het advocaat, het is nog altijd, we zoeken nog altijd advocaat. Wil je advocaat worden, laat eventjes, contact deze meneer, Tom Hoppas. Hij is de CEO van Max Advocaten nou. Dus zoek je werk als advocaat, moet je naar Tom Hoppas toe en die, mensen gaan in me springen. Die helpt je. Dus dan weten jullie dat ook weer. Nou, wat is hij allemaal aan het doen, man? Ja, dus Tom de Oppa CEO advocaat en Max advocaten. We hebben ondertussen al wat meer advocaten aangenomen. Dat zijn Appeltje en Daybreak, die zojuist zag. Daybreak werkt en Appeltje werken toevallig ook in de kledingwinkel. Ja, dat is het eigenlijk wat ik te melden heb, mensen. Dus doe even een like allemaal. Vergeet niet te abonneren. En koop natuurlijk eventjes hier wat. Wees snel, want de voorraad is heel weinig nog. Ik denk dat morgen, als je de video een week later kijkt, dat er nog maar heel weinig kans is dat er nog wat hangt. Oh ja, ik ben nog eens vergeten, we verkopen hier ook hats tegenwoordig. 5k kost een hat en we hebben een beetje een populaire hats. Dus ja, die verkopen we tegenwoordig ook. Maar ja, dat was eigenlijk bedankt voor het kijken. Doe een like, vergeet niet te abonneren. Volg mij even op Twitter, linkje in de beschrijving. En dan laat even achter wat jij de mooiste kleur vindt van seizoen 9. Doei!